Hi dappere thuiszitters. Omdat ik heel erg van koken hou en ik denk dat de meeste van jullie dat ook echt heel leuk vinden om te doen, dacht ik, ik ga een kookrubriek maken. Iets met makkelijke recepten, met ingrediënten die je waarschijnlijk wel thuis hebt liggen. Zodat je gewoon lekker aan de slag kan. Als je nou dit recept gemaakt hebt, zou ik het leuk vinden als je er een foto van maakt of ook misschien een klein filmpje. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie gedaan hebben. Als je nou zelf een leuk recept hebt en denkt, hey, ik wil dat Sisti maakt, dan kun je dat ook even doorsturen. En misschien doe ik het dan wel. Ik ga gewoon beginnen. Ik begin met een... We gaan een citroencake maken trouwens, dat is wel leuk om te weten. Begin met het invetten van je cakeblik. Dat doe je gewoon met een klein beetje boter, een stukje keukenpapier en dan ga je het er gewoon in wrijven. Oh, ik heb meer boter nodig. Voordat je begint met al je ingrediënten in een kom doen, zet de oven eventjes op 175 graden, gewoon normale ovenstand. Heb ik nu niet gedaan, anders dan hoor je mij niet meer praten, dat is ook wel leuk. Ik ga deze even weggooien. Oké, men neemt 200 gram boter. Zeg ik dat goed? Ja, zachte boter. In het filmpje zie je... Hebben wij met harde boter gedaan. Ik had het op Schemazorg al voorgedaan met twee van de kids. En dan merk je dat hij gewoon niet zo goed mengt. Dus het is voor jezelf wel fijn om lekker zachte boter te gebruiken. Die wel eventjes denk ik een half uurtje buiten de koelkast staat. Daar gooi je 200 gram suiker in. Dat ga je mixen. En dan. Dan pak je deze twee mixeropstukjes. Ik weet niet hoe dat heet. Want die ander. Ik zal het laten zien. Dit is om slagroom en crèmes en sauzen en zo te maken. En dit is om deeg te mixen. Deze. Op zacht, anders dan zit het op je muren. Standje 1 of zo. Oh, dat werkt echt veel beter. Dat werkt echt veel beter dan koude boter. Sorry Patrick. Oké, deze zet ik even weg. En dan gaan we even checken. Meng de boter met suiker luchtig en meng 1-voor-1 de eieren erdoor. Oké, dat gaan we doen. 4 eitjes, maar ik heb ook wat eitjes van de zebrazorg en die zijn wat kleiner. Dus daar doe ik er iets meer van. Dus ik heb nu 2 normale eieren en 3 eitjes van zebrazorg. Ik ga proberen het 1-voor-1 te mixen zonder schaal erin te krijgen. Ik tik hem even op dat bakje, want dat bakje heeft een scherpere rand. Van de wassen natuurlijk. Gaan we afdrogen. En dan gaan we weer. Next. Als je bang bent dat er schaal in je bak komt, in je deeg, dan kun je het ook eerst allemaal in één kommetje doen, hè? Ik ga even fast forwarden, want dit is super saai voor jullie om dit allemaal te zien. Hoe vloeibaarder de deeg trouwens, hoe hoger je de mixer kan zetten. Oké,
Next. Gaan we dan doen. Oh ja, raspen schil van de citroen. Lekker een grote citroen. Zorg ervoor dat je die citroen heel goed wast, hè, voordat je de schil gebruikt. Want er zit altijd in. Er zit een gif in helemaal als je geen biologische citroen hebt. Dan, nou, dan zit je gewoon gif in je eigen cake te maken. En, het is een citroencake, geen gifcake. Oké, raspen. Probeer niet het wit van je citroen erin te krijgen, want dat is hartstikke bitter. En als je nou een limoencake wil maken of een sinaasappelcake, dan kun je ook gewoon een limoen of een sinaasappel gebruiken. Hè? Dat werkt precies hetzelfde. Je gebruikt alleen een schil. Als je nou geen rasp hebt, dit is wel een specialere rasp, maar je hebt ook gewoon een kaasrasp. Kun je ook wel gebruiken. Maar als je dat nou allemaal niet in je huis hebt, pak dan een dunschiller. En snij dan echt, dus ook niet het wit, snij dan het gele van je citroen eraf. En hak het een beetje klein. Dat kan je ook, dat hebben we op Zebra Zorg gedaan, omdat we daar ook geen rasp hebben. Je improviseren, maar je komt er wel. Oké. Ga ik er ook doorheen nemen. Als je nou koude boter hebt gebruikt, hè, wat ook prima is, als je geen zin hebt om de boter te wachten op het warm worden van de boter, dan krijg je niet zo'n hele gladde, niet zo'n heel glad deeg. Maar dat maakt ook niet uit, want die boter die smelt uiteindelijk toch wel in je cake. En dan krijg je gewoon een beetje, hoe zeg je dat? Nou, maakt er gewoon niet uit. Oké, bloem erdoor. Bloem heb ik 200 gram bloem van. Dat doe ik eerst door een zeef. Ik weet niet waarom, maar dat wordt altijd gezegd dat ik door een zeef moet doen. Dus dan doe ik dat. Ja, andersom doen, dat kun je ook zien. Hoppa, daarnaast. Lekker morsen. Ik meng dit er even doorheen en doe ik zo meteen de rest. Stek hem uit. Klaar. Ik hou wel van een... Gewoon werkblad. Ook al zie je dat op Zebra Zorg niet heel vaak. Oké. Okay. Kan erin. Pak er eventjes iets voor. Ik vind deze makkelijk. Dan kun je makkelijk een beetje. Doordat hij flexibel is, krijg je makkelijk het deeg eruit. Alles erin. Zo. Yes. Ik smeer het een beetje uit. Probeer zo min mogelijk van die plekjes aan de zijkant te krijgen. Want die verbranden natuurlijk helemaal. En ik merk ook dat deze cakeplik iets groter is dan op zeker. Kijk. Ik denk dat ik hem dan iets minder lang erin doen als hij zo groot is. Oeps. Oké. Dan kwam die 60 minuten in de oven.
En dan komt hij er goed uit. Als je naast de theeprikkertjes hebt, tandenstokertjes, houten, niet bewerkte tandenstokertjes. Als je cake klaar is, dan prik je zo'n tandenstokertje of satéprikkertje erin. En als hij er droog uitkomt, dan is je cake klaar. Hou het nou in de gaten, want de mijne is wat langer. En als ik deze erin doe, 60 minuten, dan denk ik dat ik hem verbrand. Dus ik blijf af en toe even kijken. Goed, dat is hem. Eet smakelijk.